Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En vandaag gaan we weer met een bezoeker door het park om te kijken wat zijn of hem zijn favoriete plekje is in het park. Even kijken, wat is een zwarte puma? Nee, jij bent het helemaal niet. Ik wacht hier op iemand anders. Hey, je bent een gat. Hallo. Oh, je hebt een lekker worteltje voor me meegenomen. Ja, die heb ik van Stefan geleend. Oh, dankjewel. Ja, Stefan draagt de meestal, inderdaad. Ja. Oh, gaaf, want jij bent ook weer helemaal in de Pasen, hè? Kijk, zo eens naast elkaar staan. Kijk, we allebei zo'n heel mooi konijnenpakje. Het leuke is om te weten is dat Gap mijn skin gewoon heeft geëdit nog, hè? Gewoon op het laatste moment. Nou, ik haal nu dit even weg dan. Zo. Oh, hij blijft staan, zie je dat? Oh, hij gaat. Kijk eens. Nou, Gap en ik, we gaan naar Disneycraft, denk ik. Wie had dat nu verwacht? En ik ben heel erg benieuwd naar jouw plekje natuurlijk, hè? Want jij hebt een favoriete plekje al. Ja, zeker. Oh. Ja, want jij bent al heel lang in de server. Echt, jij staat ook in de top leaderboard. Vlak een paar plaatsen onder mij zelfs. Dus jij hebt al echt... Vierde. Ja, je hebt al iets van 40 dagen gespeeld uit mijn hoofd. Zoiets, echt, ja. Heel veel. 40 dagen, dat is dus 24 uur keer 40. Dus Floor, die kent al echt de hele server uit haar hoofd. Heeft natuurlijk alle achievements, alle 225. Dat denk ik wel. En hoe lang heb jij die bloem niet in je hand? Heel lang. Echt heel lang. Jeetje. Want die is gewoon bijna vastgeplakt aan je hand, denk ik ook, hè? Maar ja, ik heb ook nog een andere bloem. Oh, die andere. Oh, heb je alle items al of niet? Nee, ja, ik weet wel waar ze allemaal liggen, maar ik heb ze niet allemaal. Oh, en waarom niet? Nou ja, het kost geld. Ja, want je hebt toch heel veel gespaard al, of niet? Ja, ik heb wel aardig wat coins. Hoeveel coins heb je nu? 34.490. 34.000? 34.000. 33.000. Oh, ja. Nou dat is gewoon echt veel meer dan mij. Weet je hoeveel coins ik heb? Oh? 6.393. Oh, maar jij hebt ze laatst gereset. Ja, klopt. Ja, ik was gewoon een keer zat dat ik 1 miljoen coins heb elke keer. Dat is gewoon heel vervelend. Want dan kom je van online en dan zie je unieke spelers. Nou, dat blijft gewoon zo met die getallen. En dan zie je die Disney coins. En dat is toch een rij. 1 miljoen coins had ik. Ja, dat is gewoon niet leuk meer. Dus gewoon lekker eerlijk beginnen. Gewoon alles op nul gezet. Ik heb mijn leningen terugbetaald aan Dagobert. En die werd ook helemaal vrolijk, hè. En toen kregen we ineens een hele goede grote renovering in Dukstad. Ik denk, nou, dit moet ik vaker doen. Dus ik heb er nou alweer bijna... Ja, ik ga nou naar de 7000 natuurlijk. Maar ja, de items zijn wel duur inderdaad. En nou, het is spannend. Waar ga je ons meenemen? Kan je een hint vertellen? Is het een nieuw gebied of bestaat het al echt al heel lang? Best wel nieuw, ja. Het is best wel nieuw. Oh, spannend. Zijn er bijna. We lopen ook met een heel groepje achter je aan. Die zijn ook al allemaal nieuwsgierig van, waar gaat Gap heen, weet je? Het interesseert helemaal niet meer wat ik ga doen, maar iedereen gaat nu helemaal achter jou aan kwijlend van, wat zou Gap nou willen voor plekje? Want we gaan nou wel richting de speeltuin, net als vorige keer. Ik geloof dat met Ines uit mijn hoofd vond hij dat het... Zij vond dat het mooiste plekje, dacht ik, uit mijn hoofd. Maar we gaan hier toch binnen, richting... ja. Oh ja, oh daar binnen was het. Ja, dat was Ines, voor Ines, ja. Ja, Ines was hier binnen, klopt. Oh jee, spannend Gap, want we lijken ook twee konijntjes, hè. We heel de tijd springen. Dat hadden jullie misschien nog al niet door in de video, maar wij springen gewoon continu. Zijn er. Zo, we gaan om de paal heen. Leuk. Nou, ik ben benieuwd. We zijn er nu. We zijn er? Waar dan? Ja. Nou ja, dit stuk gewoon. Nou ja, dit gebied een beetje. Echt waar? En dan dit ding ook vooral. Ja, natuurlijk de kabelbaan. Gaan we er even vanaf? Even van de kabelbaan. Dat vind ik leuk. Oh, gaaf. Dus bij jou is de speeltuin het leukst. En wat vind je er nou zo leuk aan? Nou, je kan er lekker in springen. In de springkussen? Ja, gewoon overal. Oh, ik word er doorheen geglitcht. Zag je het? Ik ga naar beneden. Woehoe, kom je ook zo? Ja, kom eraan. Kijk. En dan landen we hier beneden. Huppakee. In de kabelbaan. Ja, ik ben ook heel erg verliefd op dit stuk. Want dit was vroeger natuurlijk een kleinere speeltuin. Die liep dan rechtsdoor. Jens heeft de gebouwtjes aangepast. En we hebben eigenlijk allemaal geteamworked. Nou, de schommels zijn dan wel gebleven. Of de wipwaps zijn hier gebleven. Die zijn hier nog steeds aanwezig. We hebben meer wipwaps, want hier staan er nog twee. Hé, die is gebruikt. Zie je dat? Die staat de andere kant op. En even kijken, je kan een hutje heb je hier. Dan ga je bovenlangs. Dan heb je hier nog... Daar moet je heel langzaam op lopen. En probeer niet te vallen. Beetje zigzaggend. Dan hebben we hier nog een klimrekje waar Basje stel op zit. Wat hebben we hier nog meer? We kunnen hier een soort jumpparcoursje.
Probeer de grond niet te raken. De grond is lava. Ik ben alweer af. Je duwt me gewoon vanaf, hè, Stinky? Mensen duwen me er gewoon vanaf. En wat vind jij het leukste in de speeltuin, Gap? De kabelbaan. De kabelbaan, uiteraard. Ja. Kabelbaan. Verschrikkelijk leuk ding, inderdaad. Ben je er al, ik durf gewoon te wedden dat jij er al 100 keer vanaf bent geweest. Ja, aardig gelijk. Dat moet wel, ja. En nog wel leuk dat er een achievement beneden zit. En wat vind je van die hele hoge glijbaan? Want ik moet gewoon eerlijk zeggen dat dit gewoon... Dit is echt een Disneycraft geheim. Dit is serieus de grootste, langste glijbaan van het hele park. Nou ja, het zwembad niet meegerekend. Want daar hebben we natuurlijk ook hele lange glijbanen. Gaan we met z'n allen, jongens? Ik wacht jou op. Kom, gaan we samen? Ja, ik ben er. Oké, ja. Hou je mijn hand vast? Oké, ja. Daar gaan we. Kom, Gabriel. Ja. Wee. Zo, we zien echt heel veel van de vlucht nu. Zo. Nou, heel tof om te weten, Gab. Oh ja, dit is ook leuk om te weten. Jullie zijn nu allemaal onder water. Als je hier dan beneden gaat en je zakt helemaal naar beneden, dan zie je iedereen onder water. Ja, dat is heel grappig. Oh, iedereen probeert het nu. Ja, je moet wel in je uppie staan, anders zie je het niet. Maar in ieder geval, je kan wel. Je ziet iedereen onder water staan als je daar staat. Hier beneden. Ik laat het nog één keer zien als het lukt. Kijk. Ik denk niet dat het lukt door al die mensen hier. Maar kijk, je ziet het wel een beetje. Zie je het? Allemaal blauw om je heen. Zie je het? Hartstikke leuk. Nou, Grap, ja, bedankt voor je mening. En nog even een vraagje. Wat is je favoriete attractie in het park? Ja? Nu zeggen? Ja, tik-tak. Ja. Space Mountain. Space Mountain. En waarom? Ja, ik vind hem wel leuk. Lekker donker. Oh, lekker donker. Kijk, ogen dicht en gaan. Ja. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Nou, Floor, bedankt voor het meedoen. En je ziet Floor natuurlijk heel vaak in video's. Maar nu zie je dus eindelijk persoonlijk even een videootje van Floor wat ze leuk vond. Ik bedank je. Geef vooral een like als je het mee eens bent dat dit gewoon een prachtig gebied is. En sowieso dat Floor heeft meegedaan. En ja, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei, haasje. Doei.